Donderdagavond begon voor de Joodse gemeenschap het feest Chanukka. Door het hele land werden daarom vieringen georganiseerd, zo ook in Nijmegen. Het achtdaagse winterse lichtjesfeest werd hier geopend met het aansteken van kaarsen. De eerste kaars werd aangestoken door de burgemeester. Kijk, de oorlogsgebeurtenissen in Gaza hebben natuurlijk wel een enorm effect, ook in ons land. Ik moet zeggen dat in Nijmegen de discussies er ook wel zijn, maar iedereen heeft zich dusver wel respectvol gedragen. Maar in de Joodse gemeenschap is het natuurlijk heel hard aankomt. Mensen hebben ook vaak familieleden, bekenden in Israël wonen en zijn natuurlijk uitermate bezorgd. Maar voor mij was volkomen helder, die Chanukka-viering gaat gewoon door. Ik ga er niet over als de Joodse gemeenschap wil vieren, dan wordt er gevierd. En ik heb hen ook laten weten een week geleden, dat gaat gewoon door. Je moet niet wijken, juist nu niet. Maar hebben we behoefte aan feesten, aan gelegenheden waar we naar het licht kijken. Of het nou kerstmis is voor de christenen of Chanukka voor de Joden. Ieder heeft zijn eigen feest, maar met dezelfde boodschap. We willen hoop, we willen betere tijden en we willen goed met elkaar omgaan. Ik heb er ook wel vertrouwen op dat de meeste mensen hier respecteren dat een feest als dit gegeven wordt. Tot we dat op de markt doen. We staan hier al ruim 10 jaar. Het is nou ook niet zo dat we voor het eerst hier stonden. En ik ben blij dat het weer goed gegaan is. Dit is altijd een combinatie van plechtig, maar ook heel relaxed sfeer. Ik vind het altijd een heel bijzonder iets om mee te maken. En zeker gezien natuurlijk niet alleen de gebeurtenissen recent, maar natuurlijk ook de geschiedenis van het Joodse volk, de Tweede Wereldoorlog, de vreselijke vervolging. Ook hier in Nijmegen, zwarte pagina. Ja, dat is symboliek dat je dan midden in de stad laat zien dat de Joodse gemeenschap er nog steeds is. Dat is de kracht van Chanukka midden op de markt in Nijmegen. Maar er was wel onrust bij de mensen en heeft ook de burgemeester bedankt voor de veiligheid die hier geboden wordt. Natuurlijk moeten wij altijd over veiligheid hebben. Niet alleen als het een Joods evenement. Ieder evenement in de stad tegenwoordig helaas moet veiligheid hebben. We wensen iedereen een vrolijke Chanukka. En Chanukka is de feest van licht en van de boodschap van positiviteit en vrede.